Een tragisch ongeluk op vrijdagavond 23 maart op de N284 bij Hapert. Een politiewagen die onderweg is naar een inbraakmelding rijdt iets voor 8 uur een 19-jarige jongen op een bromfiets aan. De jongen overlijdt aan zijn verwondingen. Het is belangrijk om bij een ongeval voor de volledigheid alle getuigen te spreken. Bij dit ongeval zoeken we heel specifiek de inzittenden van 3 auto's. Seconden voor de botsing rijden die auto's over de N284, waarvan hier de koplampen naar rechts door het beeld gaan. Precies in tegenovergestelde richting van de politieauto. De mensen in die 3 auto's moeten haast wel iets gezien hebben. Wat dat ook is, het is echt belangrijk dat diegenen contact opnemen. Reed u daar op vrijdagavond 23 maart iets voor 8 uur? Of weet u van iemand dat hij of zij daar toen heeft gereden? Bel dan nu. De Rijksrecherche zit in dit onderzoek voor u klaar en helpt mee de puzzelstukjes van dit noodlottige ongeval op zijn plek te leggen.